It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I... Niet van Karin. Nee, het is een man. Onze enige echte Jan van Dam. Dat ze zijn lekker bezig. En zo, die staat er ook gekleurd op. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer maandag 7 juni en we leven om 11:44 en ik wens jullie natuurlijk uiteraard een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik zie er vandaag keurig netjes eruit, een ander jurkje aan, een ander kleurtje aan. Die heeft lang genoeg in de kast gehangen, dus die mag ik maar wel weer eens aan. Ja. De twee dames moet ik nog uitlaten, maar ik heb ook Tele-Yvonne. En nee, niet van Karin. Nee, het is een man. Onze enige echte Jan van Dam uit Emmeloord. Hek aan de telefoon. En waarom belt hij mij overdag? Nou, hij is vanmiddag vrij en hij krijgt net zoals ik de huishoudelijke zorg. Moet ook gebeuren. En... daarbij, vandaag had mijn mannetje jackjarig kunnen zijn. Daarom belt hij uiteraard mij even. Nou, hartstikke leuk en hartstikke lief van hem. En ja, wat de dag verder ons brengen gaat, ik zou het niet weten. Nee, als jullie het weten, nou zit het er maar onder, maar ik weet het niet. Nee, ik heb wel mensen genomen, maar er zijn een aantal die niet komen, zoals ons lieftallige surrogaatzusje Wilma. Die is niet in orde, die markeert weer van alles en nog wat. Ik wens haar van harte beterschap vanaf deze kant. Ik hoop al via wat is app gedaan, maar ach ja. Ik hoop dat het weer goed komt met haar, maar prettig wat ze heeft is het totaal niet. Nee. Maar daar ga ik verder niet over uitweiden. Ik draag deze vlog aan mijn lieftallige man op die in de hemel is. Hij had vandaag 58 jaar kunnen worden. En ja, het zal een dag voor mij worden, een lach en een traan, denk ik. Maar dat zullen we beleven. Ja, daar ga ik nou niet op vooruit lopen. Ik ga in ieder geval zo eerst met mijn woefwaffies uit. En met Elwing en met Rijka. Rijka ligt op de bank. Legt ze. En Elwing ligt zoals gewoonlijk naast mijn bureau onder de stoel. Ja. Heel gewoon. Voor haar. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Ik denk aan jullie. Als jullie dan ook aan mij denken, vind ik het heel erg fijn. En we kunnen gewoon weer samen zijn. Ik zou zeggen, tot later. Dat is voor jullie van ons. Ja, lieve vrienden, ik zit even buiten langs de route waar ik met de dames loop. Dames zijn hier. Ik ben ingezoomd. Maar daar aan de overkant liggen palen. En ik dacht, waar is dat voor? Nou, ze gaan met de wal bezig. Dus dat werd ook hoog tijd. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat komen te zien. Het zal wel weer keurig netjes worden, denk ik. Mag ik hopen. Dat ze zijn lekker bezig. En zo, die staat er ook gekleurd op, dacht ik zo. Dus ja, dat wou ik toch even jullie laten zien. En ik blijf jullie op de hoogte houden vanzelf. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Ja, meisje. Ik zal weer uitzoomen. Hé, wat was je dan? Ja, we gaan ook weer verder, lieve vrienden. Want de dames moeten nodig. En wat de dag verder ontbrengen gaat, ik weet het niet. In ieder geval, ik zou zeggen, tot later.
Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien zit daar onze enige echte Mario. Maar ook zit daar onze enige echte Marianne. Dus ja, helemaal leuk. Of niet dan, Mario? Ja hoor. Kom er even bij. Zo, zitten we met z'n drieën erop. Ja. Ja, helemaal geweldig. Gaan we het ook even andersom. Ga ik nou even naar Marianne toe. Ja, toch Marianne? Altijd schat. Altijd. En dan altijd. Kom jij er ook weer even bij mij. Altijd hè. Zo, jij zit in het donker, Mario, vanwege de zonnescherm. Oh, ja. Maar we zitten er alle drie weer op. Geweldig. Ja, feestje. Feestje. Vier het leven, zolang het kan. Geniet ervan. Neem een drankje. Neem koffie, neem thee, maakt niet uit, neem een zakje, maakt allemaal niet uit. Dat moet allemaal kunnen, of niet dan Marianne? Zeker, je moet er wat van maken. Stel wat van maken, anderen doet er goed van. Toch? Is dat zo? Ja, zeker. Ja, je moet jezelf piepelen. Wij doen het met z'n drietjes, ja, inderdaad, ja, schat. Zo is het toch? Ja, echt waar. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, het gaat jullie goed en tot later!